Goed, als we dan verder gaan met het voorwerp, dan zien we hier de appel. Ik heb er een lamp op gezet, zodat je de verschillende vormen van licht en schaduw kunt zien. Het hooglicht hier, de slagschaduw op het witte papier, reflectielicht aan de onderkant van de appel. Er is bij de appel nog een tweede lichtpunt hier, waar die deuk zit. Dus heel veel interessante dingen die je kunt tekenen. Nou, dit is de oefening die we deze les gaan doen. Dat betekent dat we eerst die appel... We zien die appel is gewoon eigenlijk een ronde vorm, die hebben we hierboven ook gedaan. En dan gaan we dat door middel van licht en donker vormgeven. Dit is nu een plat vlak en er moet een driedimensionaal geheel worden. Hier is het hooglicht. Ben niet te bang om donker te gebruiken, want het gaat hoe meer contrast je gebruikt, hoe groter het verschil tussen wit en zwart. Hoe mooier de vorm eruit komt. En als jullie de programma's gezien hebben van Rembrandt, op zoek naar de Rembrandt, daar wordt voortdurend op die donker-lichtverhoudingen gehamerd, zoals Rembrandt ook schilderde. En het licht dat ontstaat dankzij al het donker wat je gebruikt. Dus dat mag gerust. En je werkt van grof naar fijn. Dus als je de vorm een beetje hebt, dan denk je, nou, dat gaat goed. Dan begin je aan de details, zoals bijvoorbeeld hier dat kleine piemeltje, dat steeltje van die appel, met de schaduw op de appel zelf. Hier zit schaduw aan de binnenkant van die heuvel. En zo werk je van grof naar fijn. Nou, dit nog een beetje uitwerken hier, het hooglicht. Dat is maar een klein puntje wat echt wit is. Dat is nog een beetje vlekkerig. Nou, hieronder is dan het reflectielicht. Dat mag nog wat meer uitgehaald worden, denk ik. Dat kun je gewoon met een doezelaar doen, of ik doe het nu in ieder geval met de vinger. Dat is met houtskool natuurlijk prachtig om dat te doen. En dan komen we hier aan de onderkant van de appel. En daar zit de slagschaduw. En hierdoor bereik je dat die appel ook echt op een tafel komt te liggen. Je moet kunnen kijken op papier hoe de vorm van die schaduw is. Goed, dat is dan ongeveer de appel. Ik zou zeggen, deze eerste les, neem daar rustig de tijd voor. Pak een appel of een sinaasappel of een ei of wat dan ook, een ronde vorm. En probeer dat gewoon uit. Zet er een lamp op, maak daar een mooi donker lichtverhaal van. En probeer dan met potlood of met houtskool die vorm te vangen. En dat moet je niet één keer doen, maar gewoon een aantal keer herhalen. En dat gaat steeds beter, dat zul je zien. Nou, de volgende les, dan gaan we verder met de ondergrond. Waar gaan we die appel nou op schilderen? Daar kom ik dan de volgende les op terug. Dus ik zou zeggen, tot de volgende les.